welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Vandaag doen we echt wel nog eens een avondwandeling. Kijk, hier is helemaal rustig met een paar auto's die hier staan. Maar het is wel cool om te zien dat er eigenlijk wel heel weinig auto's er staan eigenlijk. Dat vind ik echt wel cool. Dus ben ik live bij aan de Carrefour. Ik ben hier, kijk maar. Want dat ben ik ook live aan het wandelen, maar je ziet echt, er is niemand. Eigenlijk, het is echt stil. Te stil, eigenlijk. Om te zeggen, niet. Het is wel een zeer goede wandeling. We gaan eens kijken. We gaan eens naar de andere kant. Hier heb je ook altijd nog zo'n winkel. Dus ik ga eens kijken wat daar te zien valt. Ik ben benieuwd eigenlijk. Hier is een glasatelier. Zie ik nu. Ik ben benieuwd. Moet ik allemaal te zien. Dus hier hebben we zo echt verlas. Maar speciaal heb je daar ook nog last waarschijnlijk. We lopen niet op een terrein of zo. Het is echt wel een goed parkje om te zien. Er zijn wel nog mensen daar, dus het gaat niet in beeld komen en dat wil ik niet. Speciaal eigenlijk. Dit dat zou iets voor mij zijn. Kijk, deze hier. Dat is echt iets voor mij. We gaan hier oversteken. Helemaal naar daar gaan we die richting uit. Voilà. Ik zie ook die wolken. We zijn nu hier op het kruispunt aan het wandelen. Dan zie je het ook. Het wandelen. We gaan nog helemaal naar daar en dan gaan we zo de ronde terug. We staan voor het rood licht te wachten. Het is groen. Ze hebben hier zo echt zo een vogel op getekend. En dat was grappig eigenlijk. Kijk, het is echt een vogel. Prachtig toch, hè? Dat is echt heel mooi, zo'n vogel. Dat vind ik echt heel mooi. Kijk aan. We gaan tot aan de markt wandelen. Ik heb het teruggevonden wat ik nodig had, dat ik gisteren verloren was. Blijkbaar lag het buiten, dus ik heb het gevonden en ik ben blij mee eigenlijk dat ik mijn bescherming teruggevonden van mijn micro. Want ja, dat is wel belangrijk natuurlijk, want ik heb de micro wel nodig om te klappen, omdat mensen me dan
ook heel goed verstaan en dat vind ik ook belangrijk. Dus ik ben wel blij dat ik hem terug heb. Om eerlijk te zijn, ik werd heel blij. Dat is natuurlijk, het kost ook allemaal wat geld en als je dat dan kwijt bent, is het toch mee in eigenlijk. Dus ja, maar het is nog niet echt donker, maar het begint toch al schemer te worden. Dus dat wel. En hier zie je echt het park, echt aan die kant. En wij gaan echt die kant uitlopen. Dat is de markt. Hier zijn we dan. In de donkere. Ja, zo goed als donker eigenlijk. Zitten we hier. Dus eigenlijk. Dus het is wel rustig. Dus buiten dat er heel veel cafés natuurlijk geopend zijn, zitten we hier rustig. Cool te wachten wat we onderweg al. Is dat Leuven? Nou, dat is Sinterklaas. Ik zo. De avond valt. Sinterklaas. Alles is goed met mij. Dus. Dat zie je ook. Die zijn allemaal pijlen. Die moet je eigenlijk, als het zo goed de markt is. De markt die staat, moet je die volgen eigenlijk, die pijlen. Nu niet. Dus nu staan wij gewoon. We gaan even aan het stadhuis. En dan gaan wij zo terug richting huiswaarts. Hier hebben we toen een dansje gedaan. Zo. Dat dansje heb ik hier toen gedaan. Weet ik nog. Heel goed. Goeie wandelen. Dankjewel. We zijn ondertussen dus nog live. Dus we gaan echt tot daar wandelen. We zullen eerst op de trappen gaan en eraf. Dat is toch niemand? Ha. Dat is echt even kwaad. Ik ga mijn camera zien of ik die kan opladen. Hier ben ik. Eens kijken. Of ben ik er? Of van. Voilà. Nu gaan we hier over. Gisteren was ik met een paar lui aan de stoel. Had ik het op de wees van horen. Waar moet je aan de kant kijken? Dat vind ik altijd heel mooie dingen. Dan gaan we die kant uit om te wachten.
wandelen. Het is echt wel goed verlicht, want het is eigenlijk wel heel goed donker. Maar het is hier wel heel goed verlicht eigenlijk. Dat wel. Dat is wel goed eigenlijk. En het is over, want van de middag was het echt aan het regenen. Dus kon ik binnen naar buiten. Allee, ik kom naar buiten gegaan. Maar ja, dat zou wel wat. Dan was ik weer helemaal nat, dus ik dacht van ik ga het niet kon je nemen. Door te zeggen van oké, dan zijn we gewoon nu met het goede weer. Ik koos om weer buiten te komen. Dus nu de wandeling te maken. Want dan ben je toch droog eigenlijk. Hè. Maar van gisteren genoeg nat geworden. Tot dan met. In deze straat kwam ik heel vroeger, toen we nog in het begin vlogden, kwam ik eigenlijk wel heel vaak in deze straat, omdat mijn oma woonde in deze straat. Maar ja, als ze dood is, is ze ook verkocht. Dus, en komen we hier niet zo heel vaak meer. Dus, het is eigenlijk de eerste keer, derde keer dat ik kom. Terug. Het was een plank. Dus, ja. Het is echt heel lang geleden dat ik hier nog geweest ben. Zeg, het is ook een ander huis, ik kan zien. Het is meer een appartement eigenlijk. Dus het is altijd raar als ik hier kom. Dat ik dan zeg, oh nee, dat huisje is weg en zo. En hier gingen we dan vroeger door eigenlijk. Wie weet dat nog, met onze eerste vlogs hebben we hier allemaal doorgegaan. Dus het is altijd raar om hier te komen. Het zal ondertussen ook al bewoond zijn, denk ik. Ik vind het echt raar om het te zien. Dat is niet normaal. Ik zit hier namelijk naast Warme William. Dat is hem trouwens, de Warme William. Hij staat het teken voor... Zit je met iets, praat over. Ik heb hem ooit eens ontmoet op de boekenbeurs. En als je gsm bij hebt, dan kan je het daar downloaden. De app eigenlijk. En dan kan je over je problemen vertellen. Want heel veel mensen in deze tijden hebben wel wat problemen. En dan kan je daar eigenlijk over vertellen eigenlijk. Dus dat is wel leuk eigenlijk. En hier is ook zo een bankje waar ik kan opzitten eigenlijk. Waar wij nu momenteel ook opzitten eigenlijk op het bankje. Dus ik kan je de camera eens wat verder zetten, zodat je het goed kan zien. Waar we precies zitten. Dus we zitten namelijk hier op het bankje. Hier zitten we namelijk. Eens die dat vragen, dat is hem. De William. Dus. We hebben ook namelijk de wachteling. De wachteling is eigenlijk ook iemand die heel vaak in teken staat van wachten. Die ook wacht op het juiste moment wanneer ik altijd wel kan. En dat vind ik echt wel leuk. Dus ik ook op het juiste moment. Dit is hem. Ook in de vlog. Dit is hem dan namelijk, mensen. 2018 stond hij in teken, stond hij aan de Stationstraat in Sint-Niklaas. En heel veel bewoners van Sint-Niklaas hebben zo'n wachteling geverfd en gedaan. Er was ook heel veel om te doen rond de wachteling. Ik heb er ook een boek rond liggen eigenlijk. En dat is eigenlijk al leuk om er even over te vertellen. Hij is mij ook altijd bijgebleven. Dus, en hij wacht dus nog steeds. En hier staat hem nu. Ze hebben hem hier geplaatst. Dat vind ik wel leuk eigenlijk. Dat hij nu hier staat namelijk. Dus wel cool om eventjes te laten zien. Hij staat hier dichtbij het OCMW. Hier het OCMW namelijk achter ons. Dus ja. Ik vind het wel cool om hem eventjes in beeld te laten. Nu gaan we richting huiswaarts. Want het is echt al laat. Dus we gaan echt wel richting huiswaarts. Dus helemaal klaar om weer verder te wandelen. Duidelijk aan het werken. Dat zie ik. Dat ze hier duidelijk aan het werken zijn. Maar er is echt zo een plas tot en met. Kijk, je kunt elkaar gaan zwemmen. Dus hier zijn ze duidelijk aan het werken. Amai. En deze straat, we gaan niet door deze straat gaan. We nemen deze straat.
Maar echt. Van de donkere. Dit is de Samson Rock. Samson Rock. Hier dat zag er al onder in een hondenhok. De hele buurt danst met ons mee. Alleen de domme katten zeggen nee. Hé, hé, oh, oh. Vijf roket, vijf roket. Lekker mek, zeker mek. Tablet, daar is dat. Dit is de Samson Rock. Samson Rock. Hier dansen alle honden in een hondenhok. De hele buurt danst met ons mee. Alleen de domme katten zeggen nee. Sorry. Beetje begeven. Zo laat weg. Ik heb geen schrik. Maar we moeten hier wel door. Ik zal jullie genoeg licht geven. Ik ben terug thuis van de grote wandeling, dus vond je het een leuke feest? Zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.